Dag mensen en welkom bij de vierde aflevering van de Manager Career Mode met KV Mechelen. Vandaag staat er een competitieduel op het programma tegen Waasland Beveren. Zoals je hier kunt zien op de agenda. Tegen Waasland Beveren en misschien tegen Genk. Dat weet ik nog niet of dat we zover gaan geraken. Want er zijn natuurlijk ook weer reacties binnengekomen. En die gaan we één voor één eens behandelen. Het zijn er vier in totaal. En de eerste is van Marijke Vioen. En die zegt, Hal Ojo van Liverpool heeft een groot potentieel. Dus dat gaan we gewoon proberen. We gaan hem eens opzoeken. Dan moet het deze zijn. En die is van Liverpool. Dat klopt dus. Dus we gaan eens vragen. Of misschien moeten we hem proberen lenen. Misschien is hij iets te duur. We gaan gewoon eerst eens informeren. Dus daar zijn we al mee bezig. Dan gaan we direct ook over naar de tweede reactie. En die is van Floris Baken. En Floris zegt, probeer Embolo te kopen. Verkoop de speler die je niet gebruikt. Dus dan gaan we ook ineens Embolo proberen kopen. Dat moet dan Embolo zijn, veronderstel ik. En dan gaan we ook eens informeren. Oei, onlangs overgekomen van FC Basel. Dus die gaat niet beschikbaar zijn. Dat is jammer. Ik ga sowieso nog eens informeren, maar waarschijnlijk gaat het dus niet beschikbaar zijn. Ik ben net iets te laat. En dan de derde reactie van Jonathan Moens. Haal Anderson en Stiti bij Gent. Een echte tank op het middenveld en maar 22 jaar. Dus dan gaan we die ook eens opzoeken. Onlangs overgekomen ook van Estoril Praia. Dan zullen ze ook nog eens informeren. Wie weet, lukt het toch. En dan hebben we de vierde en laatste reactie van Pieter de Plus. En die heeft er een aantal namen opgesomd. Kovalenko, Matheus Pereira, Jason, ik weet niet. Vargas, Dolberg Lafont en Vaclav Czerny. We gaan die ook allemaal eens opzoeken. Misschien kunnen we de beste eruit halen. En ja, dit waren dus de vier reacties die ik had gehad. Je mag natuurlijk altijd blijven reageren wie dat jij denkt dat we nog moeten aantrekken. En ja, het moet sowieso een beetje binnen het budget passen. En dan gaan we nu gewoon kijken of dat we een van deze spelers kunnen kopen. En we hebben Navra 1.300.000, dat moet lukken. Ojo van Liverpool, en die heeft ook een groot potentieel, zei Marijke. Dus gaan we gewoon proberen. Bedankt voor uw belangstelling voor Breel en Boel. Hij speelt nog maar net bij Schalke, dus zijn beschikbaarheid op dit moment nog niet bespreken. Hetzelfde bij Eziti en hetzelfde bij Jason Vargas. Lafont kunnen we wel krijgen voor 8 miljoen, maar dan is heel ons budget er al door. Dus daar gaan we nog even mee wachten. Misschien ergens volgend seizoen dat we die kunnen kopen, wie weet. Vaclav Czerny past wel meer binnen ons budget, 2,9 miljoen. Dus die gaan we ook gewoon proberen kopen. En dan gaan we even verder simuleren tot aan het volgende competitieduel, tenzij dat we hier nog iets met transfers... Kovalenko 10 miljoen, dat kunnen we zeker niet. Pereira ook 8 miljoen, dat is net iets te veel. 3,8 miljoen, dat gaan we misschien wel. Dolberg... Wat was dat? Dat was een spits, ja. Die kunnen we misschien... ja. Dus die hebben ook een transferding gestuurd. Dan gaan we terug verder. En het transferbod is aanvaard voor Vaclav Czerny.
Poyo heeft het geaccepteerd. Allee, de Liverpool heeft het geaccepteerd. Nu gaan we nog onderhandelen met Poyo zelf. 15.000, 4 jaar. Oké, en dan denk ik dat het tijd is voor de eerste competitie. Allee, niet de eerste competitiewedstrijd, maar gewoon de volgende competitiewedstrijd. Tegen Waasland Beveren. Dus daar zouden we toch wel van moeten kunnen winnen. Oké, het is nu tijd voor tegen Waasland Beveren. Ik ga jullie zo wat de hoogtepunten laten zien. Dus ja, tot zo meteen. Oké mensen, we gaan eraan beginnen tegen Waasland Beveren. We spelen op Waasland Beveren. Het is nooit een makkelijke verplaatsing natuurlijk. Het zou in principe wel moeten lukken, maar toch, je weet maar nooit. 4-4-2 systeem met een teruggetrokken aanval. Ja, wat heeft nou weer voor? Eerste schot van Waasland Beveren waait over. Klaas aan de bal. Misschien kan hij een voorzet geven. En dat doet hij. Oh, maar er wordt geblokt. Paulussen over de flank. Misschien kan hij zijn flank eens afgaan. Geef mee met Klaas. Ja, goed, goed, goed. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Klaas zet voor. En kunnen ze de kop. Oeh, overgekopt. Overgekopt. Hij hing mooi hoog in de lucht. Maar hij kon er gewoon niet bij. Die bal was inderdaad net iets te hoog. Misschien kan Gio hier iets doen met zijn snelheid. Maar wordt een beetje gehinderd. Klaas geeft mee met Rits. Ze zoeken telkens de vrije man zodat de Rits geeft voor. Geeft voor. En Verdien. Kop naast. Ja, prima paas. En Sek wordt foutief onderuit gehaald en daardoor krijgt Waasland Beveren nog een vrije trap. Wat levert deze vrije trap op? Maar naast getrapt door Vanzo. En zo is de eerste helft dus gedaan. Er is niet echt veel gebeurd in deze eerste helft. Hopelijk wordt de tweede helft iets leuker. We gaan wisselen. We gaan iets aanvallender gaan spelen. Ik wil niet dat deze wedstrijd eindigt op een 0-0. En Gio onderschept speel diep op Verdi. Verdi kan hij afmaken. Verdi schiet naast. Ah, dat kon beter. En je krijgt Krasis een gele kaart nog van daarnet. Gio. Hup. Mooi uitgekapt van Gio, maar wordt foutief gestopt. En daardoor krijgen we een vrije trap. Dit is misschien wel iets om de match open te breken. Ze die hier ongeveer trappen. Oeh, in de handen van de keeper. Keeper van Genk. Maar nog eens een voorzet en Verdier. Ja, hij kan weer niet op. Maar Verdier is nu aan de bal. Maar, oeh, onderschept weer door keeper van Waasland Beveren. Diepe bal naar Krasin, maar Krasin is al heel moe. We gaan nog enkele wissels proberen deze laatste 5 minuten. En we gaan gewoon Schouten in de spits zetten. Hij is redelijk snel. Zouden we wel zien of dat dan een goede zet, een goede tactische zet wordt of niet. Schouten is nog vrij snel, dus misschien kunnen de moe, allee, de verdedigers van Waasland Beveren te snel af zijn, doordat ze al wat vermoeid zijn. Klaas op de flank. Kan Verdier binnenkopen? Weer goed wegwerk van Boatou. En dan denk ik, ja, dan zit de match erop. We hebben onze wissel zelf niet meer kunnen doen. Maar ja, niks aan te doen. De saaie 0-0. Ja, er is niet echt superveel gebeurd. Enkele voorzetten van ons. Maar de keeper van Waasland Beveren was gewoon te sterk. Dus ja, daarmee zit deze eerste match van deze video erop. En dan denk ik dat we wel genoeg hebben voor deze video. We gaan nog eens even zien of er nog nieuws is. Contractaanbod geaccepteerd. Oké, okay. Dolberg wil bij ons komen. Dat is goed, dat is goed. We hebben een nieuwe spits in deze aflevering. Laat maar weten in de reacties wat jullie van deze spits denken. Denken jullie dat hij ons gaat helpen naar de eventuele playoffs? Hij is ook 69 en is nog jong. En ik
weet zijn stats niet echt, dus we gaan er eens naar kijken. Snel. Hij is redelijk snel. Hij kan goed springen voor kopballen. Zijn versnelling is iets minder, maar dat kan nog gewerkt worden. Zijn sprintsnelheid is oké en zijn kracht is ook oké, dus ik denk dat hij ons nog goed gaat kunnen helpen dit seizoen. Dus ja, dan wil ik jullie bedanken om te kijken naar deze aflevering. Als jullie nog altijd namen weten die we kunnen proberen aantrekken naar KV Mechelen die binnen ons budget passen. Want ja, veel budget hebben we eigenlijk niet meer. Maar als er toch nog namen zouden zijn die jullie denken, ah, dat is een supergoeie speler voor in KV Mechelen, laat het dan zeker weten in de reacties. En dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. We'll be right back.